Kevin De Bruyne Cup was voor mij, of is voor mij, een periode, het einde van een seizoen, waar hij eigenlijk als coach, supporter, deels als vader, naar uitkijkt. Om tegen dat soort tegenstanders eigenlijk de ploegen kunnen bezig te zien, tactiek kunnen te zien die gebruikt wordt, kwaliteit van individuele spelers. Dus zijn allemaal zaken waar je naar uitkijkt. Daarbij zeker een hart onder de riem voor al de mensen die eigenlijk meegewerkt hebben, een deel uitmaken van de organisatie van de Kevin De Bruyne Cup. Een organisatie die elk jaar gewoon perfect in orde is. En dan kan ik me best wel voorstellen dat dat ja, zeker niet gemakkelijk is om dan dat toernooi te moeten aflossen. Dus bij deze hoop ik dat iedereen gezond kan blijven. En met heel veel hoop kan uitkijken naar een nieuwe versie van de Kevin De Bruyne Cup in 2021. Hopelijk tot dan.